ben Louise, ik ben 18 jaar. En ik kom van Waterloo, dus liever van Brussel. En in Vlaanderen, ik ben in Moerzeke gebleven. Dus het is juist tussen Gent en Antwerpen. Ik ben Martien en... Ik ben André. wij zijn gastgezin van in januari dit jaar. Dus voor 6 maanden voor Louise. Hij komt dus bij ons om Nederlands te leren. De eerste dag was ze redelijk stilletjes, was een beetje verlegen. Ja. Maar Louise was heel vlot, toch eigenlijk wel. Ik denk na 3 dagen dat we toch al merkten dat ze al loskwam, dat ze al, zelfs al meer Nederlandse woorden begon te gebruiken. Ik voel me echt thuis. Ik heb een zo gemakkelijk familie. Ze doen alles voor mij. Ze zijn super tof en alles is ja, echt leuk. En ik heb echt veel geluk. Eens iemand anders bij ons hebben, met andere opinies, met andere gedachten, met andere levenswijzen toch nog wel een beetje. Dat wij van haar leren, dat zij van ons leert. Dat is wel een meerwaarde eigenlijk. Ja. Dat is echt een meerwaarde, ja. Ik vind het toch, ja. Ja. Je leven wordt een beetje niet omgedraaid, want je bent en je blijft wie je bent. Je gaat in het leven zo wat... Je weet zoveel niet meer. Ja. En als je dan terug iemand hebt, die gaat naar school terug, die brengt verhalen mee, dat je terug... meer in het leven mee Ja, gaat. Vooral omdat we zelf al een beetje ouder zijn, terug, ja. Wat meer jong leven terug in huis. Ik leer haar familie ook een beetje kennen. Dat is heel plezant. Dat is voor, ik zou het iedereen aanraden. Ja. En dat je steeds jezelf moet blijven. Ja, zeker. Dat je altijd jezelf Je kan niet 6 maanden toneel spelen, dat kan niet. Nee. Je moet altijd jezelf blijven. Je hebt geen echte de beste momentjes elke dag. Ja, heel leuk. Mooie momenten, echt. We hebben al wat afgelachen, hè. Oh, elke avond thuis is eigenlijk een mooi moment. We zijn altijd blij als Louise thuis komt. Als ze zeggen, ze zal naar huis gaan komen. Dat is samen gezellig aan voor televisie, samen mopjes maken. Er zijn veel te veel positieve momenten, je kunt dat niet zeggen. Ik was niet bang omdat mijn broer dezelfde ervaring heeft gedaan. En dus, doe alles dat je kan en niet, ik ben een beetje bang, ik ga dat niet doen. Nee, doe en dat zal lukken. Voilà, het einde van mijn programma is aangekomen en het is dus tijd voor mij om een keer iedereen te bedanken. Ik heb merci Gisteren nog zei Louise, het is zo raar dat ze in Wallonië elke dag elkaar begroeten met een kus. In Vlaanderen is dat niet. Ze toch niet eigenlijk 100% hetzelfde zijn, Vlamingen en Wallonië. Wat dat wel is, dat we met elkaar goed overweg kunnen. Er zijn wel verschillen, maar dat neemt niet weg dat je elkaar graag kunt zien en graag elkaar kunt samenleven.